Hallo iedereen, ik heb nog een filmpje, dus deze, met allemaal oefeningen specifiek voor je voeten. Dus alle spieren die hier zitten en ook eentje voor je enkels. Deze is net zoals de vorige filmpje, als het andere filmpje, zonder pointes. Het is echt een krachtoefening eigenlijk en ook qua lenigheid gaat dat helpen, deze filmpjes. We starten opnieuw met de standaard opwarming die we allemaal kennen. Ik zal meetellen, ik zal hem meedoen. Je doet twee keer parallel, twee keer in first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plié, roll up. En strek, plié en strek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plié, roll-up, strek, plié, relevé. Naar first, ik zal het zo mee doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plié, roll-up, strek uit, relevé. Laatste keer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hier al op. Hou eventjes balans. En kom neer. Oké. Nu, de volgende oefening is een klein beetje raar. Het is wennen, maar ik zal hem uitleggen. Ik noem hem de wormbeweging. Je moet wel specifiek je voeten. Ook een opwarming voor je voeten. Een hele handig. Ik ga even uit beeld verdwenen, maar je moet mijn voeten kunnen zien voornamelijk. Je zet ze parallel naast elkaar. En je gaat zoals een worm naar voren bewegen. Zorg dat je goed door elk bordje gaat die er is. En dan omgekeerd. Je doet er dus vier naar voren. Vier naar achter. Ik ga even van dichtbij tonen wat ik doe. Dus je hebt je voet. Bij deze je doet op, je teen en erdoor. En terugkeren eerst je tenen en dan de rest. Je doet dat twee keer. Vier naar voor, vier naar achter. Dan heb je je voeten zeker warm. Het is wel raar in het begin. Je moet dat een paar keer doen voordat je hem helemaal hebt. Maar ik kan geen kwaad. Voilà. Dan heb ik nog een opwarmingoefening. Daar heb je een handdoek voor nodig. Kleintje, groter, maakt niet echt uit. Hoe groter natuurlijk, hoe meer je erin hebt. Je zet hem voor je uit. En wat gaan we doen is, we gaan met onze tenen de handdoek naar ons toe trekken. Dus enkel je tenen, hielen blijven op de grond. En je gaat hem naar binnen. Dat je hem helemaal aan het einde hebt. En nog een keer. Je kan dat net lang de grootte van je handdoek. 3, 4 keer doen. Maar dan warm je heel goed je tenen op. En dat is ook sowieso een goede oefening dat je eigenlijk kan doen aan het begin van de pointesles. Qua opwarming. Ik ga hem nog één keer doen. Zijwaarts. Dat jullie kunnen zien wat ik doe. Dus ik reep met mijn tenen de handdoek vast. Voilà. Nu zullen je voeten toch redelijk goed opgewarmd moeten zijn. En dan gaan we teen per teen werken. Met je teen voor je. En wat je gaat doen, is je gaat teen per teen bewegen. Dus nu, je begint met je dikke teen. En alleen die gaat omhoog. Je probeert dat een achttal keer te bewegen. Als dat goed gaat, is het beter. En dan schuif je op naar de tweede teen. Het is moeilijk. Het is niet makkelijk. Maar hoe sterker je tenen zijn, hoe beter voor het dansen. Ik ga even gewoon voortonen. Je doet ze allemaal. Eén voor één.
als dat lukt, als dat niet lukt, kan eigenlijk kwaad. Gewoon even proberen. Het idee dat je hoofd het doet, is al veel. Als je dat gedaan hebt, kan je een rekkel zoeken. Heb je geen rekkel, dan pak je een sjaal, dat werkt ook. Je plooit hem op, zo, zodat je een dunne band hebt. Dus een drietal keer heb je dat gedaan. Je gaat die onder je teen steken. Zo. Wat ga je doen? Je gaat hem trekken omhoog. Deze blijft aan de grond. En dan ga je je teen naar beneden duwen. Zo. 5 keer, 8 keer, 10 keer. Op zich maakt dat niet zo heel veel uit. Of het maakt wel veel uit, maar doe wat je kan. En bouw op. Zo. Probeer dat staart te doen. Dus niet dat hij zo poef eruit schiet. Maar echt door de rekkel duwen. Dan schuif je op naar de volgende teen. Wat je hiermee bereikt, is eigenlijk, als het te moeilijk is, verder achter. Iets meer naar boven, zal vermakkelijken. Waarom doen we deze oefening? Omdat je tenen eigenlijk heel sterk moeten zijn om makkelijk je pointes te kunnen bewegen. Dus op je pointes te gaan staan, relevés en zo. Dus hoe sterker je tenen zijn, hoe beter. Met deze oefening versterk je ook de spieren die hier lopen. En pezen en alles wat daar zit. Hè. Dus teentje per teentje. Neem daar je tijd voor. Dat is wel een belangrijke oefening om te doen. Ja, ik doe op deze tenen, omdat ze anders mee omhoog gaan, zie je het. En dat mag niet gebeuren, deze moeten echt op de grond. Zodat je enkel je target teen beweegt. Doe dat ook voor je andere voet. Ik zal heel vlug erover gaan. Ik was hier van het filmpje niet te lang te maken. Zet hem op pauze. Doe ze wel volledig, als het kan. Teen per teen. En uiteindelijk zal je ze apart kunnen bewegen zonder de vingers om de rest de grond te houden. Ook met de rekkel opgeplooid. En 10 per 10. Deze kan ik nu tonen zo. Het is niet gemakkelijk. Dat is ook de bedoeling. Ook voor de rest van het team. Als je dat gedaan hebt, doen we een andere oefening met de rekkel. Je gaat een knoop maken. Dus we hebben een cirkel nodig die niet te groot is. Nog iets kleiner. Ongeveer dit. Ja. Nu dat ook kan zien op de camera. Dus niet zo heel groot hier. Ja. Je maakt een dubbele knoop. Zo. Wat gaan we doen? Is we gaan onze beide voeten naar doorsteken. Dus het is niet te... Ik ga hem een klein beetje groter maken. Het is misschien iets te klein voor twee voeten. Het is wel belangrijk dat je nog kan bewegen. Zo, dat is beter. Je steekt twee voeten daardoor en je houdt de band op ongeveer op enkelhoogte. Twee. Zo. Je gaat voeten naar voren, band opzij en je gaat uitdraaien naar eerste. Ik hoop dat je kunt zien. Ja. Dus naar eerste. En wat dat we nu gaan doen, is eventjes gewoon de deze. Dus naar voren, draai uit, naar voren, draai
uit. Voor rij uit. 5, 6 keer. Ter opwarming. Nu zet je de rekkel meer naar voren. Dus van je enkels af. Ongeveer op hoogte van je tenen. Dus even omhoog. Daar zo. Je stekt je voet eruit naar voren. En wat je gaat doen, is je gaat open duwen. Zodat je in een kleine open positie terechtkomt. En nu gaan we de tenen naar buiten draaien. Ik ga even de camera pakken, want nu kun je dat niet goed zien. Even camera switch. Of ja, dat gaat niet. Oké. Dus nu, je ziet mijn voeten. En wat je gaat doen, is je gaat open. En dan ga je je voeten naar buiten duwen. Dus je gebruikt alle spieren hier. En dan push out. Push out. Dus deze staat recht en dan push out. Dat is heel goed om die spieren te versterken. Dan krijg je mooiere lijnen van. En dat is dat de bedoeling. Je doet dat een 10-tal keer. Dan zie je als ik ze uithaal hoe mooi ik dat kan doen. Zonder de cirkel wel. Let er goed op. Voilà. Oh, ik zag even niks. Mijn excuses. Dan een laatste, een voorlaatste oefening. Rek hem achter los. Knoop eruit. Als het lukt. Yes. Voilà. Een oefening voor de tenen. Eén die je waarschijnlijk al vaker hebt gedaan. Alleen gaan we die nu net iets anders doen. Ja, zet je voeten erin. Je zorgt dat je een stukje overhoudt boven je teen. Zo. Stek naar voren. En je gaat erdoor duwen. Je gaat zorgen dat je volledig je voet en volledige flex. Je gaat naar dummy point. En point. Dummy point. Flex. Dummy point. Point. Dummy point. Flex. Zorg dat de lijn van je knie naar je dikke teen hier de rechte lijn is. Niet naar binnen, niet te veel naar buiten. Dat gaat heel effect doen. Mooi recht. Hoe houden dit recht, hoe moeilijker. En ik wil dat je hiervan er 10 tot 15 doet. Die zijn heel goed. Zorg dat je al je spieren gebruikt. Ga er niet te snel door, maar ook niet te traag. Doe die ook voor je andere voet. Ga even overdoen, wisselen. Zo. Je doet er 10. Voilà. En dan de laatste oefening die ik wil dat je doet. Is heel lekkerig. Maar nu ga je enkel je tenen bewegen. Dus je neemt je rekkel. Voet gepoint. Dus een volledig gestrekt. En je gaat enkel je tenen loslaten. Dus van point naar dummy point. Nu wil ik niet dat je gewoon poef laat schieten. Je gaat daar langzaam door. Langzaam recht. Langzaam door. Langzaam recht. Ook 10 keer. Ja, de andere voet. Ik heb niet zo heel specifiek geteld als er geen 10 zijn. Point en dan 10 los. De eerste rekken. 10 los. Normaal voel je dat niet hoog genoeg. Ja, zorg dat zeker je tenen volledig. Zeker dat gedeelte van je voet moet in de rekken zetten.
point, op, point, op, point, op, point. Even wil je trainen opnieuw heel sterk. Ook wat leniger, normaal gezien. En dit zal je zeker voelen als je terug op warmte staat. Opnieuw, dit kan ook met een sjaal. Liefst eentje direct, maar gewoon een sjaal zou het ook wel doen. Voilà. Dan gaan we nu heel eventjes uitstretchen. Op je knieën zetten. Tenen allemaal op de grond. Zo. En je mag een minuut zitten als op je tenen. 1 minuut opnieuw. Je mag dat opbouwen, maar zorg dat er daar veel tijd tussen zit. Dus pak nu dat je deze 2 weken doet en dan een half minuut erbij. Het mag geen pijn doen hier. Als dat pijn doet, dan stop je. Zeker als je geblesseerd bent ook. Overdoe niet. Ja, deze stretch je tenen goed uit. Ja, ik ga even tonen waarom we deze doen. Als je nu in Runne V gaat, en je voelt dat deze veel flexibeler gaat zijn. Dus spier die hier loopt op je voet, zal veel flexibeler zijn. Dan heb ik nog een laatste die je kan meegeven van stretch. Met een balletje. Ik heb een springbal gevonden in mijn huis. Altijd handig. Dus alles wat hierop lijkt, redelijk hard is. En dan kan je je voeten nog uitrollen. Kwestie van ze niet stijf te laten worden. En dan heb je die in de rest al gegaan. Dus ik veronderstel dat iedereen wel weet hoe dat moet. Voornamelijk spieren. Als het pijn doet, duw niet te hard. Maar het is wel de bedoeling dat je het voelt. Dus nu eenmaal dat spieren doen. Je neemt deze mee. Ook je tenen kan je 1 voor 1 doen. Zo. Op die manier. De zijkant van je voet. Hier, deze. Mee. En dan kan je ook eens erover gaan met je hand. Dat kan soms ook wel wat helpen. Doe dat voor je 2 voeten, zo lang als je wilt. Totdat je voelt dat het eigenlijk in orde is. En dan ben je er wel ongeveer. Voilà, ik hoop dat dat voor jullie zal helpen. Doe deze oefeningen. Dat je zeker sterk genoeg bent om terug op je punten te staan na de lockdown. Stay safe. Blijf bij je kot. Zorg goed voor jullie. En blijf dansen.